In de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet waren in 2012 maar liefst 16 vuurwapenincidenten. Als reactie hierop stelde de deelgemeente een expertise-medewerker Antillianen aan. Ze gaven dus eigenlijk iedereen de schuld, maar ze keken niet dat ze eigenlijk verkeerd bezig waren door op straat rond te hangen, heel veel overlast te veroorzaken en passanten te intimideren. En op die punt heb ik ze ook aangewezen, hey, kijk eens naar jezelf, wat wil je? Wat wil je over 5 jaar bereiken? Wil je nog steeds hier op dezelfde hangplek staan? En door gesprekken met ze aan te gaan, zagen ze ook het licht dat ze ook eigenlijk liever willen gaan werken of terug naar school te gaan. Het effect is al zichtbaar, is al merkbaar. Waaraan? We zien op een aantal locaties dat de overlast fors is teruggedrongen. Dat krijgen we ook terug van bewoners. En terugkijken in relatie tot vorig jaar zien we dat we dit jaar, en dan niet specifiek in die wijken, maar nog maar 2 high impact incidenten hebben gehad. En dan ook nog incidenten waar geen vuurwapens bij gebruikt zijn. Vergeleken met 16 het jaar daarvoor? Ja. Ja. Meest recente actie tegen vuurwapenbezit onder Antillianen in Hoogvliet is de film Kogels hebben geen namen van de regisseur Vincent van den Broek. Antillianen uit de deelgemeente vertellen bijvoorbeeld openhartig over de groepscultuur op straat. Er komt een jaloezieheid tevoorschijn, hè? Want misschien maakt die meer geld dan die andere is niet meer eens, die gaat hem beroven. Het hooghouden van de reputatie. Ze droppen of ze rippen elkaar en natuurlijk het eerste wat je krijgt is dat ze elkaar gaan opzoeken. En de verleiding. Wat je op tv ziet, vaak geloof je dat het echt zo is, zo leven die artiesten, maar meer dan de helft leeft niet echt zo. Ze denken meestal van, ja, als ik die persoon vertel, wat kan ik mee helpen? Niks. Wat kan die voor me doen? Niks. Ik vertel het wel, maar voor wat? Wat kan ik mee helpen? Ik moet zelf mijn probleem oplossen. Ja, je gaat bij iemand en je denkt alvast negatief dat misschien dat negatief gaat gebeuren, maar je denkt niet dat het positief misschien zou gaan. En daarom durf je niet altijd bij iemand te komen en iemand te vertrouwen om je probleem te vertellen. Faisal is een van de jongens die de stap heeft gewaagd om de drempel over te stappen van de deelgemeente Hoogvliet. Via projectleider Ramon heeft hij inmiddels bij Opboksen het certificaat heftruck gehaald. En 9 april doet hij examen voor VCA. Ik hoop dat we een VCA-examen gaan halen. Ik hoop het echt. Dat ik aan een baan ook kan komen. Dat ik voor mijn gezin kan zorgen. Ik hoop het echt. Kogels hebben geen naam. Een kogel kan jou zo raken. Want hij, misschien mikt hij op jou of op die mattie van jou. Maar hij kan jou zo raken. Ze beseffen zich soms niet wat voor verdriet ze ten eerste hun ouders aandoen. Want vaak weten de ouders niet eens dat een kind met een wapen rondloopt. Pas wanneer het kind met de politie in aanraking komt. Dus dan krijg je een koude douche over je heen als ouder zijnde. Jouw problemen die je meemaakt op straat, willen niet dat je moeder ook meemaakt. Daardoor denk ik dat die jongeren en ouders niet alles willen vertellen wat er in alle gebeurt. Ik heb het met verschillende kennissen over deze film gehad. En dan zeggen ze van, oh goh, interessant. Ik hoop bij deze dat het een wake-up call is voor de jongelui hier. En toen heb je gezegd, dat is de bedoeling waarvoor het gemaakt is. Ja, beter tot 10 tellen en een andere oplossing zoeken. Want dat is het beste, want je verpest je toekomst voor iets doms misschien. Stop met je lichaam, hè?